Goedemorgen! Ik ga vandaag weer eens een keer goed ontbijten en met een shake. Want eerlijk gezegd heb ik het al best... Ja, ik doe het wel minimaal een paar keer per week. Ik heb het wel gedaan, maar ik heb gewoon echt heel vaak meteen koffie genomen en dan later een broodje. En ja, ik merk dat wel. Ik merk sowieso dat ik de laatste tijd iets minder gezond bezig ben. Ik heb echt vaak chocola gegeten. Het is echt te zien nu ook. En dat heb ik echt heel lang niet gehad, buisjes. Dus ik ben daar echt... Ik moet echt weer even helemaal goed op mijn voeding gaan letten. Dat is echt vanwege dat. Want dat vind ik echt zo irritant. Maar goed, wat ga ik ontbijten? Ja, we gaan beginnen met het ontbijt. Yay! Ik ga een shake maken. Mijn vriend is ook een beetje ziek, dus voor hem ook wel goed. Beetje healthy. Dus ik begin met havermout. Havermout is echt de beste start die je kunt hebben op een dag. Waarom? Omdat er langzame koolhydraten in zitten en je krijgt er veel energie van. Light. Men gooit een beetje in de beker. Ik ga er een banaantje bij doen. Good morning. Als ik even tijd over heb, meestal doe ik het in de ochtend. Dan kook ik even een paar eitjes. En dan, zoals nu, ga ik Dexy uitlaten. En dan pak ik even snel deze. Want ik heb trek, maar die eet ik dan gewoon terwijl ik hem aan het uitlaten ben. Of gewoon zo, voordat ik de deur uit ga. Ik doe er geen zout op trouwens. Daar moet ik niet aan gaan wennen. Want dan, ja, dan eet je elke keer hartstikke veel zout op als je dit als tussendoortjes eet. Dus vandaag. Oh, die hond. Kom. Ineens is het koud. Heel erg koud. Maar goed, we hebben het over eten vandaag. Dus, hierbij. Kijk eens. Oh, hallo. Heel lekker tussendoortje. Misschien kennen jullie hem wel van mijn eerdere video's en vlogs die ik heb gemaakt over deze havermoutkoek. Want die heb ik al heel vaak gemaakt. Ik zal hier anders even een videootje plaatsen waar je kunt zien hoe ik het maak. En ik heb ze weer. Ik geef ze ook heel vaak mee aan Jola mee naar school. Het is echt zo lekker. Ja, die heb ik daar neergelegd. Wat? Hoe ga je auto? Ik heb een auto. Wat mag je? Gek, hè? Dit zijn er ook weer niet, hoor. Bye.
Gaat het goed, schat? Wow. Oké. Lijkt wel. Laat even weten wat je van het filmpje vond door een reactie of een duimpje. En natuurlijk, als je wilt dat ik jou ga blijven motiveren, dan zeker even op dit YouTube-kanaal abonneren. Dankjewel, doei doei en tot volgende week!